dames en heren, welkom bij mijn nieuwe vlog. En ik ga dadelijk viool spelen, omdat ik volgende keer met optreden in de Efteling. En zoals jullie zien jullie al de violen. Deze is van mijn mama en deze is van mijn mama en deze is van mij. Oh, boink. Dus, ja, oefenen dus. Weten jullie dat een viool een heel bijzonder instrument is? Want hij is van hout, hij heeft snaren. En als je erop strijkt met een strijkstok, maakt hij geluid. Dat is mijn pup. Strijkstok van een oud en paardenhaar. Kijk, dat is een F-gaten. Dat is dat zwarte. Zien jullie dat? Dat is een toets. En zien jullie die lijnen? Die zijn van darmen gemaakt. Baba. Lichaam zonder teen. Dit zijn fijnstemmen. Dit is een steun. Weet je, in de tijd van Mozart en Beethoven, dat is heel lang geleden bestonden er al violen. De meeste mensen vinden violen heel erg saai, omdat ze dan aan klassieke muziek denken. Maar eigenlijk is viool heel mooi. En een viool is zelfs bij Michael Jackson. Good morning everyone! Ik ben nu bij het Stedelijk Gymnasium. Dat is een middelbare school. Oh my! Maar dat is een Engelse school. Wauw. Ik ben lekker bij de English Summer School geweest en dit shirt mag ik houden. Maar dan moet ik nog weer aan. Maar het is leuk. Ik ben moe, dus ik hoef u niet te lopen, want ik kan bij tante Vanja op de rug. We zijn er bij de Efteling, gaan we daar weer op gaan? Wat doe je? Waarom doe je dit? Ah, de grote boze wolf! Ah! Hallo. Freaking hell, man. Oké, dat is steeds mijn schinkop, ja. Ja! Jongens, onze vriend Kasper weet weg. Dus we gaan achter hem aan. Oh, hij rent zo snel. Zien jullie die hoge torens? Dat is Symbolica, dat is de duurste attractie van heel de Efteling. En dat is heel mooi, want ik ben daarin geweest. Jongens, wacht op mij! Dat is je geheimzinnige toren. LOL. Hey, doe eens een dansje. Oh my god. Dit is Kasper. Dit is gewoon onmogelijk, jongens. En dit ik. Ik ben een ridder. En wat we hier hebben is een piraat. Een heks. Een buikdanseres. Een klein. Een grote boze wolf. Wat zijn jullie twee dan? Ik ben een vee-elfje. En ik ben ook een vee-elfje. Thank you.
eten en dadelijk verder met optreden. Wie? Dit is niet voor mij. Nee. Dus afgelopen, dus dan gaan we nu lekker naar huis. Joepie! Ja. En ik zie jullie bij de volgende vlog. En begin je like of een abonneer achter.